Mijn naam is Willianne Verhoog, ik ben maatschappelijk werker en schoolmaatschappelijk werker. Mijn naam is Jeltje Rijks en ik werk in de jeugdzorg als jongerencoach en als coach van jeugdzorg. Ik merk dat kinderen niet altijd de woorden hebben om bepaalde problemen te vertellen of te duiden, of ook soms helemaal geen zin hebben om over dingen te praten. Mensen in de jeugdzorg worden overspoeld door do's en don'ts. Door informatie van gezinnen, informatie over systemen, informatie over methodieken, informatie van processen. Mensen die jeugdzorg hebben, moeten al die informatie in hun hoofd houden en raken overspoeld en hebben een heel vol hoofd. Mensen die in de jeugdzorg werken moeten hele ingewikkelde beslissingen nemen en daarvoor heb je eigenlijk een leeg hoofd nodig. Dus ik zie heel veel toepassingsmogelijkheden bij jeugdzorgwerkers. Bij de maatwerkse methode focus je gewoon op één element, op één iets. Pretendeert ook niet dat je met alle herinneringen of alle nare dingen uit het leven weghaalt. Maar dat ene wat je aanpakt, dat is dan ook weg. Dat maakt het effectief. Ik zou het andere mensen wel aanraden als ze ervan houden om een beetje snel en effectief te werken. Sommige mensen merken dat ze het ook gewoon prettig vinden om lekker te praten met cliënten. En die moeten dat dan ook lekker gaan doen en niet de matrixmethode gaan volgen. Want dat gaat gewoon best wel snel. Mijn twijfel is wel weggenomen omdat ik het nu een paar keer met kinderen heb gedaan op deze goede manier. En ik zie dat het werkt. Het effect is best wel spectaculair, vind ik. Maar de methode zelf is eigenlijk heel simpel.